Ik ben Pieter de Graaf, pianist, componist. Eigenlijk altijd veel in dienst van anderen gespeeld. En het laatste wat ik deed was met de Kite Man Orchestra. En de laatste tour die we daarmee deden was een tour die helemaal geïmproviseerd was. Met een stuk of 20 muzikanten en ik was daar onderdeel van. En soms werd ik dan ook aangewezen om een nieuwe improvisatie te starten. En ja, voor mij was het altijd een openbaring om te zien wat er dan verder met die muziek gebeurde die ik was ingestart. En ja, dat heeft mij echt ontzettend geïnspireerd om aan Fermata te werken hier op deze plek. Ik zou de muziek omschrijven als filmisch, van kleine pianoliedjes tot en met grote bombastische stukken met kerkorgel, koor, synthesizers, celli, klokkenspiel. Ik wilde gewoon geen concessies doen qua instrumenten. Alles wat de muziek nodig had, wilde ik kunnen gebruiken. Veel nachten in de studio gezeten met Jonas Pap, mijn producer. En eigenlijk zijn we de meeste tijd bezig geweest met het vinden van de juiste sound. Dus microfoons neerzetten. Wat ik heel mooi vond is om heel zacht te spelen en de microfoons heel dichtbij. Zodat de muziek ook heel dichtbij klinkt. Als die sound dan klopte, zette ik mijn koptelefoon op. Begon te spelen en er was een liedje ontstaan. En ja, achteraf zijn dus de liedjes meer ontstaan dan dat ik ze echt heb geschreven. Veel met verschillende artiesten gespeeld. In veel verschillende genres, veel van de wereld mogen zien ook. En eigenlijk, hoe meer ik deed, hoe meer de vraag opkwam van ja, wat wil de muziek nou eigenlijk van mij? En het antwoord daarop is Fermata.